Hey, en goed dat je kijkt naar weer een nieuwe GPFans Factchecker. We zijn de laatste tijd druk bezig met het YouTube-kanaal een beetje aan het opschonen. Daarvoor gaan we ook de wat oudere factcheckers, die hebben we even offline gehad, die gaan we namelijk helemaal oppoetsen tot weer een gloednieuwe factchecker. Ik heb gisteren een poll online gezet waarin je kan stemmen van, god, wil je meer factcheckers per week zien? Of één keer per week, want dan gaan we gewoon door zoals we nu doen. Je kan het hier laten weten in de comments hieronder of op onze poll. Die staat dus op onze communitypagina. Link daarvan kan je in de beschrijving vinden. Voor nu gaan we beginnen met de factchecker over racebands uit het verleden. Want tijdens de Grand Prix van Rusland was het heel even spannend hoe dichtbij Lewis Hamilton bij een raceband zou komen. Vanwege zijn opmerkelijke proefstart aan het einde van de pitstraat. Hij stond immers al op 8 strafpunten en bij 12 punten volgt een raceband. Uiteindelijk kwam het niet zo ver voor Hamilton, maar het is natuurlijk wel even een mooi moment om terug te blikken op het aantal keren dat het wel tot een raceband kwam. Laten we beginnen met Ricardo Patrese. Voor de eerste raceband die het terugblikken waard is, gaan we terug naar eind jaren 70. De Italiaanse coureur Ricardo Patrese zat toen in zijn tweede jaar in de Formule 1 van de maar liefst 16 die hij uiteindelijk mee zou draaien. Dat Patrese in 1978 nog niet heel erg ervaren was, werd wel duidelijk bij de Grand Prix van Italië. Toen vond er een drama plaats op Monza, waarvoor de andere coureurs Patrese als schuldig aanwezen. Ronnie Peterson kwam om het leven na een enorme klapper tussen meerdere auto's in de openingsronde. Patrese zou het geheel in gang hebben gebracht. De woede onder de andere coureurs over de jeugdige onkunde van Patrese zorgde ervoor dat ze de race daarna niet meer wouden rijden als Patrese meedeed. Nou, daarom besloot men Patrese maar een race te schorsen. Een iets recenter voorbeeld is de meervoudige raceban voor Eddie Irvine in 1994. Niemand minder dan Jos Verstappen speelde daar een rol in. Irvine, toen nog een jong ervaren coureur bij Jordan, probeerde aan Verstappen voorbij te gaan op een uiterst gevaarlijke manier. Hij drukte Verstappen namelijk het gras in, die daardoor de macht over het stuur kwijtraakte en schuin over de baan teruggleed. Verstappen werd gelanceerd, vloog meerdere malen over de kop en ook Martin Brundle en Eric Bernard werden geraakt. De FIA vond de actie van Irvine natuurlijk lomp genoeg om hem een raceban op te leggen voor de race erna. Teambaas Eddie Jordan maakte het alleen maar erger door tegen die uitspraak in beroep te gaan en als reactie daarop besloot de FIA het maar uit te breiden naar 3 races. Dat is toch wel pijnlijk. En ja, ook de grote Michael Schumacher werd regelmatig op zijn vingers getikt door de FIA. In 1994, toen hij uitzicht op zijn eerste wereldtitel had, ging het een keer flink mis. Hij haalde rivaal Damon Hill in de Williams in tijdens de opwarmronde. Dat is op zich niet heel erg. Maar Schumacher en zijn team Benetton negeerden vervolgens ook de zwarte vlag die voor hen werd gezwaaid vanwege deze actie. In eerste instantie kreeg de Duitse enkel een stop-and-go penalty. Maar omdat Schumacher en zijn team tijdens de race langer uitstelden dan toegestaan was, besloot de FIA dat Schumacher harder gestraft moest worden. En dat kon gebeuren hoor, hij moest maar liefst 2 races overslaan. Ironisch genoeg kon Hill daardoor natuurlijk weer verder inlopen in de titelstrijd. Alleen net niet genoeg, want Schumacher werd dat jaar toch nog kampioen. En ja, Romain Grosjean. We kennen Romain Grosjean natuurlijk als een coureur die nog wel eens voor een schadegevalletje kan zorgen. Toch oversteeg hij zichzelf weer bij de Grand Prix van België in 2012. Daar kwam de toenmalige Lotus-coureur bij de start in gedrang naast Lewis Hamilton. Hij duwde Hamilton half van de baan en schoot vervolgens op volle vaart rechtdoor over meerdere auto's. Het leidde tot 1 grote chaos in de eerste bocht, meerdere uitvallers en, zo bleek uit de replays, het liep maar net goed af voor de betrokken coureurs. De FIA vond zo'n actie natuurlijk belachelijk en helemaal met zoveel gevaarlijke gevolgen dat Grosjean de race daarna niet meer op hoefde te draven. Misschien wel het meest bizarre voorbeeld is Yuji Ide. Wie was dat ook als weer, vraag je misschien af. Nou, we vergeven het je als het je niks zegt. Want Ide was niet bepaald een coureur die het herinneren waard was. Althans, veel mensen vinden hem eigenlijk de slechtste coureur ooit. Het gaat dus inderdaad hooguit om zijn complete onkunde. De Japanner reed in 2006 voor het team van Super Aguri. Een achterhoede team waarbij Ide het voor elkaar kreeg om nog veel verder achteraan te hobbelen dan je al zou verwachten. Regelmatig was Ide maar liefst enkele seconden langzamer dan zijn teamgenoot in de kwalificatie. Daarnaast spinde hij ontzettend vaak en crashes waren natuurlijk ook niet heel erg vreemd bij hem. Er was volgens de criticasters dan ook geen sportieve reden te bedenken om Ide in de Formule 1 te houden. In de Grand Prix van San Marino van 2006 gaf Ide zelf de laatste reden om een einde eraan te maken. Hij kwam als een gek de binnenbocht tijdens de eerste ronde en klapte vol op de zijkant van de midland van onze eigen Christian Albers. Albers sloeg daardoor meerdere malen over de kop in een crash die er vooral heel ernstig uitzag.
Voor de officials van de sport was het genoeg. ID had genoeg bewijs aangeleverd waarom zijn Formule 1 avontuur nu toch echt eens een keer voorbij moest zijn. En hij kreeg de straf der straffen. Niet alleen de raceban, nee, zelfs zijn hele superlicentie werd hem afgenomen. Einde Formule 1 carrière voor ID. En goed, dat was hem dan, de factchecker over racebands. En ja, de punten die Hamilton dan de laatste tijd heeft verzameld, komt dat dan een beetje in lijn met wat ik dan net heb opgenoemd? Of is het juist heel erg Piet Luttig van de FIA? Laat je mening horen in de comments hieronder. Hou natuurlijk wel netjes. En ik zie jullie weer bij een gloednieuwe factchecker hier op GP Fans. Hoi!